Wil je nu ook geurtjes? Nou, ik weet zeker dat Dave niet leuk zal vinden, maar ik wel. Knol Power! Wow, schat, doe mijn pet af. Doe mijn pet af. Mijn pet af. Wow, wat een mooie kleur heeft die auto. Yo! Waarom zal ik dat nou zeggen? Oh, oh, oh. In ieder geval, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik heb Dave achterop. En wij gaan even het dorp in. En ik ben heel erg lief, want ik heb D achterop. En het is helemaal niet dat we zo vanuit ons huis zijn gefietst. Maar ik was gewoon aan het fietsen hier in Zeist. En toen riep ik gewoon, spring maar achterop bij mij. En toen in één keer sprong D bij me achterop. En echt zo van, hey, jij ook hier. Het is rustig. Het is echt verdomd rustig. Iedereen die is gewoon op vakantie. Doggy, doggy. D wil stoppen. D wil aaien. Kijk dan, zijn staart gaat helemaal heen en weer. Helemaal blij. Hallo! Oh, wat een schatje. Oh. Weet je wat ik altijd leuk vind om met vreemde honden te doen? Ga zitten. Zit. Ja! Het is zo leuk dat gewoon een andere hond ook luistert naar zit. Ja. En misschien kan hij ook af, dat hij gaat liggen op de grond. Zitten. Zit. Af. Af. Ja, hij kan ook af. Jee. Superleuk. Dag jongen. Meisje, wat ben je? Jongen, dag jongen. Dag jongen. Dag jongen. Hij is helemaal aan het lachen, zie je dat? Ja. Oh, even grapje. Kom, we gaan lekker eten. Zit en af en poot of high five, dat zijn wel de meest voorkomende dingen die je kan leren aan een hond. Maar toch, het is schijnig, weet je wel, dat het gewoon, het is niet je hond, maar toch luistert hij. Dat is, ja, dat vind ik wel leuk. Proost, lieverd. Wat heb je eigenlijk? Een frep. Wat voor frep? Wat is dat? Oh, zalm. Ja, dat is wel logisch. Logisch, tenminste duidelijk te zien. Ik heb in ieder geval, oh, zo lekker groente met een kroketje en een 12 uurtje heet dit. Een 12 uur. En meestal krijg je er ook nog soep bij, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Die eet jij nooit op? Dit eet ik altijd op. Dit moet je altijd opeten, natuurlijk. En ik heb hier, dit eet dus een 12 uurtje, even voor de duidelijkheid. Je hebt je soep, heb je een broodje met een kroket en dan heb je een broodje met een ei, ham en kaas. Echt ontzettend lekker. Je hebt op een televisie energiebesparing. En dan na een tijd geeft de televisie aan. Binnenkort valt de televisie uit. Als je dat niet wil, moet je op oké drukken. Plop, tv uit. Dat was de energiebesparing. Er stond een melding. Als je binnen 60 seconden niet op een knopje drukt, dan gaat die uit. Zie je? Ik heb mijn groente heb ik opgegeten. Nou lijkt het echt dat ik ziek van niet heb gegeten. En Dedy heeft de groente weer niet opgegeten. Jongen, jongen, jongen. Wel denken aan je groente, hè? Heb je al een stukje fruit gehad? Dat zei mijn moeder altijd. Heb je al een stukje fruit gehad? Een appel, een banaantje, een kiwi. Wat is een bol en het is groen en het valt naar beneden van de skipiste. Wat was het ook? Wat is groen? Een kiwi, goed zo! Ja! Oh ja, wat is groen en skiet van een berg? Skiwi. In de zomer. Leuke zomergrap dit. Wat gaat daar voorbij? Oh, wat een mooie auto was dat, hè? Dit vind ik altijd zo bijzonder om te zien, hè? Moet je daar eens even kijken? En dan film ik ietsjes naar rechts. Hopzakee, één donkere bende, joh. Het gaat wel stormen, denk ik, vandaag nog. En wij gaan richting de storm. Ik wil daarheen, naar dat blauwe. Departure van Schiphol. Hier ga ik D afzetten. Hier heb je de vuurtoren. Dit is een hele belangrijke communicatiepaal. Nou, is het zo dat ik zonder Enzo ga? Maar waarom dan? Ja, Enzo moet werken, maar het is zo dat Quinn van de week jarig is. En die zei, Dee, ik zou het zo stom vinden als je niet op mijn verjaardag bent. En toen zei ik, ja, maar ik kan niet, want Enzo moet werken. En ik, alleen is ook niet leuk, bla bla bla. Maar gisteren dacht ik, ja, weet je, fuck it, ik ga gewoon erheen. Dus ik heb gisteren, vet last moment, een ticket geboekt. En dat weet Quinn niet. Nou, duurt het nog 3 dagen voordat Quinn zelf naar Spanje komt. Dus ik kan het niet nog 3 dagen geheim houden, want dan staat deze vlog ook online. En heb je Instagram foto's en Snapchats en dat soort dingen. Dus wat gaan we doen? Ik ga Quinn nu video bellen. Quinn is samen met Don. En Don gaat het vanaf Quinn's kant filmen en Enzo vanaf deze kant. Dus dan gaan we even zien hoe Quinn reageert. Yo. Hey, hey. Waar ben je? In de auto, kijk, met Wales. Oh. Hoi. Hey, Quinn,
wij konden niet naar jouw verjaardag komen, want we zitten met Sok, hè? En nou wilden we je toch een cadeautje geven, maar het ding is een beetje, we wisten niet zo heel goed wat we je moesten geven. Want je hebt alles al. Ik bedoel, je hebt mij als zus, wat wil je nog meer? Hoe leuk is je verjaardag nou als je eigen zus er niet bij is? Nou, is Enzo heel druk deze week, maar ik zal even laten zien waar ik nu ben. Kan je het zien? Ben je bij het vliegveld? Ik ga lekker vliegen naar Spanje! Ik ga je ook weer verjaardag? Ja! Holy shit! Leuk hè? Echt nice! Ja, ik dacht, weet je, ik heb... Je zit aan mij te pranken altijd. Nee, ik kan niet komen. Nee, ik kan niet. Nee, maar... En ik elke keer maar... Ja, je moet wel komen, je moet wel komen. Ja, maar we zouden ook eigenlijk niet komen. Ik heb gisteren geboekt. Dus ik ga nu in mijn eentje het vliegtuig pakken naar Barcelona en dan komt papa me daar ophalen. Nice! Echt leuk! Ziek nice, hè? Dus ik zie je over 2 dagen. Tot over 2 dagen. En helaas kon ik er niet bij zijn, maar ja, wij chillen hem sowieso vaak genoeg, toch? Komt goed. Wij gaan een andere keer lekker op vakantie met z'n tweetjes. En laten we die zussen van jou lekker thuis en dan gaan we zelf lekker chillen. Precies. Yeah, man. Nou, ik zie je over 2 dagen, ja? See you. You. Doei, doei. Volgens mij vond hij het hartstikke leuk. Ja, dat weet ik wel 100% zeker. Zo schattig, want Quinn die is zo ontzettend blij met zijn 2 zussen. En het maakt niet uit hoe oud hij is of wat dan ook. Hij vindt gewoon super chill om dingen te doen met jou en Nika. Dat is wel heel erg lief om te zien. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Dus ik ben al ontzettend blij voor Quinn. Ik ga je wel missen. Ik ga jou ook missen. Maar goed. Het is voor een paar dagjes en dan zie ik je weer. Je gaat in ieder geval naar Spanje, lekker weer. Zonnetje. Ja. Het gaat morgen regenen als ik aankom. Oh, nice. Hier ook super in Nederland. Nice. Yeah. Nou, we zullen elkaar op de hoogte houden. Ja. En jij komt sowieso super bruin terug, dat weet ik nu alweer. Ja. En ik ben al blank en dan zie ik er nog blanker uit. Nou, mevrouw. Uw koffer. Ik zal hem even voor je pakken. Oh, wat lief. Kijk eens even. Dank u wel. Hoppakee. Nou, nu nog betalen. Heel veel kusjes. Ik zou eigenlijk naar huis gaan, maar ik heb laatst een tweet geplaatst. En dat is deze tweet. En daarin heb ik dus gevraagd of er iemand is die mij graag zou willen knippen. Want het is zo dat mijn eigen kapster die is met vakantie 2 weken. En dan zul je net zien, precies in die 2 weken wil ik graag naar de kapper omdat de zijkanten gewoon lang worden. En ik weet dat gisteren heeft D mij dit prachtige, ja prachtige is nog een beetje de vraag. Maar in ieder geval een ander kleurtje gegeven voor mijn haar. Alleen het gaat nu even om de lengte, verder niet om de kleur. Dus de lengte, ik wilde gewoon een beetje van af hebben. En toen dacht ik van, hey, het lijkt mij super leuk om naar een fan te gaan, iemand die mijn video's kijkt en dan daar gewoon langs te gaan. En nou, iemand in de familie van die fan die is dan kapper of kapster. En die kan me dan in die tussentijd knippen, terwijl ik zeg maar een soort van meet and greet met jou heb. Dus, ik heb wat in de kofferbak liggen als een verrassing voor Omar. Want ik ga nu naar Omar toe en als het goed is, heeft hij iemand in de familie die mij kan knippen. Dus we gaan naar Zoetermeer. Let's go! Als het goed is, is het hier. Omar, waar ben je? Omar! Dan parkeren we even achteruit. Dat is altijd zo fijn. Achteruit inparkeren, want dan kan je gewoon weer wop, later met de neus naar voren zo weer wegrijden. Piep, 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 piep. Hoi. Ben je Omar? Ja. Alles goed? Ja, met jou. Nice man, zeker weten. Ja. Dus jij woont hier in Zoetermeer? Ik woon niet in Zoetermeer, maar ik ben gewoon bij mijn tante. Ah, oh, je bent gewoon bij je tante? Ja. Dus het kwam eigenlijk super goed uit dat je bij je tante was. Ja. Want die kon toevallig knippen en je had mijn tweet gelezen en toen dacht je, daar ga ik meteen gebruik van maken. Ja, klopt. Nou, als het goed is, zit hier de kapster en die gaan we straks even knippen. Gisteren heeft mijn vriendin mijn haar geverfd. Dus het is... dus het is een beetje oranje-rood-achtig iets. Maar op zich, de kleur maakt niet uit. Het gaat eigenlijk meer om de lengte. Het gaat gewoon echt puur een beetje om de zijkanten, want dat komt over mijn oren en zo. Hoe lang bent u al kapster? 30 jaar? Ja. Oh, dat komt helemaal goed. Ja. Dat komt helemaal goed. Ik heb meteen alle vertrouwen. Als je al 30 jaar knipt, dan doe je dat met een reden. Pas er wel. Zo.
Hoppakee. Nou, nu hebben we even de pet eraf. Ja, pet eraf. Maar knipt u ook wel eens thuis of normaal gesproken alleen in de winkel? Nee, alleen in de winkel. Alleen in de winkel. Oké. We zijn een paar minuutjes verder. Het gaat volgens mij supergoed. En wat ik heel erg tof vind, is dat... Sorry, wat is uw naam ook alweer? Coudret. Coudret. Nee, Coudret. Coudret. Ja? Ja, een hele lastige naam. En ik ben al zo slecht met namen, dus moet je nagaan. In ieder geval, maar jij had zo'n mesje. Wil je die nog eens laten zien? Ik vind dat altijd super tof namelijk. Kijk, dit is zo'n mesje. Hij is heel erg scherp, dus ik zal er voorzichtig mee zijn. En hiermee kunnen ze heel mooi die contouren hier zo, kunnen ze mooi zo al dat haar wegschrapen. En dan krijg je hele strakke lijntjes. Ja. Kunt u ook figuurtjes maken? Ja, kan ik ook. Maar ja? Wil je nu ook figuurtjes? Nou, ik weet zeker dat Dave niet leuk zal vinden, maar ik wel. Ja, maar dan moet ik heel kort knippen. Maar dan wordt het heel kort. Ja, als het kort is, dan zie je het pas. Als het zo lang blijft, dan is het niet. Oké, want dit is iets te lang om een figuurtje te maken. Dan moet het helemaal soort van opgeschoren zijn. Als het heel zijn. Kort is, dan is het mooi. Okay. Zo niet. Maar wat voor figuurtjes kunt u maken? Ja, wat je wil. Want ik heb bijvoorbeeld een eigen Knolpower logo. Dus mijn eigen logo. Ja, maar zo ver ga ik niet. Oh, dat is heel moeilijk. Ja. Ik wou net zeggen, want dat is het logo op het petje. Maar dat wordt heel moeilijk. Ja. Oh, want ik dacht anders dan zet ik even een mooi Knolpower logootje hier zo. Ik denk dat ik het maar gewoon zo laat. Oh ja, ik ga stilzitten. Ja, zo is het veel leuker. Of niet? Ik vind het leuk. Pak ik nog een pers, krijg je nog een pen. Ja. Hoppakee. Maar die schapen erop. Maar die stem klinkt anders dan de video's. Ja, vind je mijn stem anders klinken? Ja, die reactie krijg ik heel erg vaak als ik een van jullie kijkers ontmoet. En dat vind ik wel geinig. Ik krijg dan een paar standaard reacties vaak van... Wow Enzo, wat ben je groot? Of juist van wow Enzo, wat ben je klein? En Enzo, wat is je stem raar? Maar dat komt natuurlijk door de camera's waarmee ik opneem. Ik bedoel, elke camera die maakt jouw stem ietsjes anders. Of ietsjes zwaarder, of wat minder fel of wat zachter. Maar hoe vind je het nu om mij hier zo in het echt te zien en te ontmoeten? Raar. Jij vindt het raar? Ja, ik vind het cool. Ja, jij vindt het cool? Ik vind het cool, maar ook raar. Zo, het gaat helemaal goed komen hier zo. Ik ga straks weer naar huis met een super vers kapsel. Daar liggen mijn haren en ik... Oh, kijk eens eventjes. Ik ben wel helemaal fresh. Ja, nu mag ik die pet natuurlijk niet opzetten. Nee, even niet. Nee. Hoppakee, ik ben hartstikke blij. Ja. Helemaal super. Ontzettend bedankt. Alsjeblieft. Dank u wel. Hoe heet deze vogel? Gizmo. Gizmo. Hallo Gizmo. Oh, Gizmo gaat bijten of niet? Gizmo schreeuwt wel. Soms niet hoor. Gizmo. Soms kan je aaien. Hallo Gizmo. Het is wel een mooie vogel. Ziet er tropisch uit. Ja? Je bent wel nieuwsgierig in ieder geval. Maar dit zijn wel hele dikke goudvissen zeg. Tenminste, die is echt ontzettend dik. Dat is geen goudvis. Of is dat wel een goudvis? Dat weet ik niet. Want die middelste, deze, dat is wel een goudvis. Maar die andere die zijn wel heel dik voor een goudvis. Ja. Maar ze zien er wel cool uit. Dat zijn sluierstaarten. Sluierstaarten? Ja. Oh, wauw. Ook een zwarte, die is doodgegaan en nog een... Oh, de zwarte is doodgegaan. Ja, die had uitpuilende ogen. Uitpuilende ogen? Ja. Oh, ja, dat is niet zo lekker. Nou, gelukkig leeft deze nog. Je had een vraag voor mij. Waarom ik twee... van deze Knolpower socks op mijn telefoon hebben. Ja. Dus ik zal het jullie laten zien. Eentje heb ik voor als ik gewoon op mijn telefoon zit. Dus dan doe ik die onderste, die klap ik uit. En dan hou ik mijn telefoon vast. En dan kan ik zo even appen of op Instagram of Snapchat of Twitter. Al die social media platformen, YouTube natuurlijk. En dan kan ik hier gewoon reageren op kijkers of appen met vrienden, noem het maar op. Maar als ik een video ga kijken, dan klap ik die bovenste klap ik ook uit. En dan kan ik hem bijvoorbeeld heel erg mooi zo op de tafel zetten. En dan kan ik op deze manier een video kijken. Waarom ik ook deze twee op mijn telefoon heb, is omdat ik een spelletje speel op mijn telefoon. En dan kan ik zo op deze manier... Wacht, wil jij mij eens filmen? Dan heb ik de telefoon zo en dan pak ik zo de telefoon vast. En kan ik zo op deze manier zo mijn spelletje spelen. En dan weet ik in ieder geval dat die niet uit mijn handen valt. Dus het is gewoon puur om meer grip te hebben. Dat is de reden waarom ik twee van deze knophoudsockets op mijn telefoon heb. Heb ik het goed uitgelegd? Ja. Nou, dit was mijn spreekbeurt. Wat voor cijfer heb ik gekregen? 10+. 10+. Yes. Het is echt super gezellig. Ik ben nog even een paar handtekeningen hier op een kladblokje aan het zetten voor familie en vrienden. En ik vind het echt super tof, Omar. Je hebt het goed geregeld. Je tante heeft super goed geknipt. Echt ontzettend tof. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En wij gaan nog even een keertje Minecraft video met z'n tweeën opnemen. Want Omar die heeft net een filmpje laten zien. En ik ga hem niet in deze vlog laten zien, dat filmpje. Maar ik ga dat filmpje zeker weten als wij een keer Minecraft gaan opnemen. Laat ik even zien wat voor
een play hij heeft gemaakt in Minecraft. Want dat is serieus indrukwekkend. Hij heeft echt een keertje een super mooie play gemaakt. Dat wordt super tof, daar verheug ik me op. En ik heb een heerlijke cake gehad. Hoe heette die cake ook? Wat zat erin? Er zat iets Turks in die cake. Tapas, sesampasta. Sesampasta. Was echt super lekker, kijk maar. Het was een beetje moeilijk te eten, maar ik heb mijn best gedaan. Omar die heeft lieve buurmeisjes verderop wonen. En die hebben ook een hond. Wow, kijk eens wat een mooie hond het is. Hey. Oh, ben je een mooie hond. Een hele sterke hond ook. Zo, één brok spier is dit gewoon, hé. Hey. Zo, hé. Hey. Wat voor ras was dit ook alweer? Een Amerikaanse Staffords. En dit is dus de hond van Roxanne en? Kasmira. Wow, dat is een aparte naam. Ja. Kasmira, wel een hele mooie naam. Dank echt super gaaf hond hebben jullie. Ik ben hier nu ongeveer, ik denk anderhalf uur. Het is echt super gezellig. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid. Voor alle moeders ook in ieder geval hier zo. Hé, hey, dat is mijn pet. Super tof. Echt heel erg kicken. Lekkere cappuccino gehad. Maar nu heb ik nog wat voor jullie. Ik dacht eerlijk gezegd dat alleen Omar er was. Maar die Lara en Noah die waren er ook. Komt helemaal goed. Ga ik regelen. Ik heb in ieder geval hier een petje voor Noah. Die mag je hebben. Ik heb hier een knolpower tas voor die Lara. Wauw. Maar ik ga ook nog even voor jou een tas regelen. En ik ga nog even voor jou een petje regelen. Ja? Dan hebben jullie nu in ieder geval deze. Die had ik nog in de auto liggen. En ik heb hier op mijn rug, heb ik wat voor jou meegenomen. Want, kijk maar even in de tas. Daar heb ik allemaal spulletjes voor je zitten. Knolpower spullen. Yes. Allemaal knolpower schoolspullen. Ook al is het nu vakantie. Maar hey, voor als de school weer begint ben je in ieder geval goed voorbereid. Dus ik heb er allemaal schriften in mama, zitten. Mama, hoeven we niet meer naar de winkel? Nou, dat kwam dus goed uit. Dat had je nog niet. Nee, nog niet. Nou, super tof. Ja. Mag je allemaal houden. En ik stuur ook nog even 10 knolpower sockets stuur ik naar hier toe. En dan kan je die gewoon verdelen onder iedereen, oké? Ja, hoor. Dus, heel erg bedankt. Super tof. Maar ik ga die pet wel weer even meenemen hoor, die daar ligt. Nee, ik wil! Nee! Ik stuur nog wel een pet op voor jou dan. Ja, is goed. En voor jou. Alle vingers gaan omhoog. En ik dan. En jij krijgt ook nog een pet. Yes. Komt helemaal goed. Helemaal overdonderd met knolpower spullen. En dit is dus de reden waarom ik een Twitterbericht heb geplaatst. Met gewoon de oproep van, hey, is er een fan daar? Heeft iemand in de familie die kan knippen? Kom ik gezellig langs? Want ik vind het gewoon super tof om jullie te ontmoeten. Er zijn heel veel vragen geweest van, yo Enzo, wanneer is er weer een meeting? Het is al een hele tijd geleden. Dat klopt. Binnenkort komt er een meeting. Ik ga ook nog sowieso 2 meetings houden in België. Natuurlijk vergeet ik al jullie Belgische kijkers niet. Dus shout-out naar jullie allemaal. Bedankt dat jullie mijn video's kijken. Ik vind het echt heel erg tof. En wat ik dan soms wel eens doe... Oh, ik krijg zelfs een applausje. En wat ik dan soms wel eens doe... Dan doe ik zo bij de video ook zo. En als ik dat heb gedaan, dan doe ik dat later weer in de auto. En dan weer zo. Ken je dat? Ga jij dat dan doen zo met je hand? Is goed. Oké, 1, 2. Het eerste wat ik nu ga doen is even mijn haren wassen. Jullie herkennen dat vast wel. Als je bij de kapper bent geweest... Dan heb je al die haren in je nek, die kriebelen de hele tijd, die prikkelen, die steken. Dus dan kan je het best even je hele hoofd onder de kraan doen. En ook even een beetje hier zo je nek spoelen. En dan kan je ook het best even een ander shirt aan doen. Want al die haren die blijven gewoon in je shirt zitten. Dus ik ga even mijn haren spoelen. Oh, er liep precies een druppel zo helemaal over mijn rug richting mijn bilnaad. Niet prettig. Het verbaast me gewoon nog hoeveel kleur er uitspoelt. Dat oranje. Het blijft gewoon afgeven ofzo. Elke keer als ik mijn haar was. Nu alle haren hier aan de zijkant weg zijn. Heb ik ook meteen zo'n. Ja, weet niet. Andere fitting met mijn pet. Het scheelt gewoon heel veel. Want als hier het haar heel dik is. Dan zit mijn pet toch anders. En nu het hier zo weg is. Zit het gewoon weer echt perfect. Echt heerlijk. In ieder geval Dedy zei. Enzo. Dit gaat niet goed komen, of wel? Jij een paar dagen alleen met eten. Jij gaat vast elke dag eten bestellen. Nee, Deetje. Kijk eens even wat ik aan het doen ben. Ja, ja. En gewoon lekker eten. Nou ja, koken wil ik niet echt zeggen. Maar dit vind ik echt super chill om te maken. En ik vind het daarnaast ook eens nog ontzettend lekker. En dat is gewoon een diepvriesmaaltijd. Het is al kant en klaar. Je stopt het in de diepvries. En het enige wat je hoeft te doen is... De hele maaltijd uit de zak te halen, in de pan te doen. Ongeveer 8 tot 10 minuten even lekker laten roeren. Een beetje, ja, hoe noem je dat, borrelen zeg maar. En dan heb je daarna gewoon een gerecht. Moet je maar kijken. Ik kan jullie niet precies vertellen wat het is. Maar laten we eerlijk zijn, het ziet er gewoon goed uit.
een of andere pasta of zo. Eet smakelijk. Hey, zakje. Ze zat aan mijn greenscreen te kauwen. Aangezien ik wat opnames heb, heb ik even het mandje van Sokje hier gedaan. En ook eventjes haar, kattendoos. Kattenbak. Ja, dat is de kattenbak. Dat was hem. Meestal komt ze hier dan lekker liggen en dan zit ze in handbereik. Of dan ligt ze in handbereik en dan kan ik haar elke keer een beetje knuffelen. Of dan komt ze op mijn schoot liggen. Maar nu gaat ze blijkbaar op avontuur uit. Een beetje kauwen op mijn greenscreen. Het voelt een beetje leeg natuurlijk, zonder D naast me. Maar goed, ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik weet in ieder geval wel zeker dat ik goed ga slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vond je het een toffe vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check jullie bazen morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik kon nog maar net uit mijn woorden. Het is 4:30 in de nacht. Yep, een beetje laat gemaakt. Whoopsie. In ieder geval, ik check jullie morgen.